Minister Prahlad Seodin van Landbouw, Veeteelt en Visserij zegt dat belangenorganisaties voor de landbouw- en veeteeltsector niet steeds moeten klagen. Hij reageerde vandaag op vragen van reporters over klachten van verschillende organisaties ten aanzien van rijst- en runderrassen die worden geïmporteerd. De minister merkt op dat hij in contact is met de diverse organisaties en open staat voor gesprekken om zodoende op één lijn te komen. Zeker. Kijk, als het om de rijstrassen gaat, en in eerste instantie hebben je diverse organisaties met wie je contact staat. En in eerste instantie was er gekozen voor de Girlando. De Gier in combinatie met de Holstein. Daarna hoor ik meningen in het veld van de Gier zou beter zijn. Dus op zich geen probleem. We zijn nu bezig met de voorbereidingen. En we hebben de vrijheid, we hebben de mogelijkheid om de boer te bedienen zoals ze dat willen. Als hij bij de ene Gier voorkeur heeft, dan laten we die beesten halen. Want we hebben nog even de ruimte. Zolang wij bezig zijn met de quarantaineruimte. Dus dat komt er. Op de tweede plaats wil ik wel een beroep doen op al die organisaties. Ze moeten geen klaagorganisaties worden. Nee, is opgericht om de belangen van de boeren te dienen. Maar niet om een soort te worden richting de overheid. Dit moet gebeuren, dat moet gebeuren, dat moet gebeuren. De minister stelt dat wanneer hij vraagt naar suggesties, oplossingen of wat de boeren zelf doen, hij een hele waslijst krijgt waarmee hij niet veel kan. De boeren kunnen naar zeggen van de bewindsman zelf verantwoordelijkheid nemen om hun eigen huiswerk te maken. De boer kan daar een verantwoordelijkheid nemen. Dat kost geen deficit, kost bijna geen dollars. Zulke zaken, ze moeten ook hun eigen huiswerk, maar dat is ook een beroep op hun. Ik ben niet op oorlogspad met hun. Maar doe zelf ook wat. Als je praat over rundvee in dit geval, 80% van wat de beesten nodig hebben, zijn herkauwers. Die beesten zijn gemaakt om te herkauwen, om gras te eten. Maar wat je ziet is daar heel erg weinig aandacht aan besteed worden. Boeren hebben land, laat ze dat omzetten. En als ze daarbij ondersteuning nodig hebben, zijn we er voor een dienst, met tractoren of wat dan ook. Dus wat dat betreft, zet de deur open. Ik wil altijd in een open dialoog met hen staan. Maar alleen maar klagen, 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 dat schiet er niks mee op. De minister stelt verder dat de geruchten over hoge prijzen, welke moeten worden neergeteld voor importkoeien, niet kloppen. Het gaat om bedragen tot maximaal $3.500 en geen bedragen van $5.000, zoals gespeculeerd wordt.